Risk appetite. Iedereen in de wereld van risicomanagement heeft het er opeens over. En terecht, het is een belangrijk strategisch onderwerp voor jouw organisatie. Wist je dat meer dan 50% van de organisaties hun risk appetite helemaal niet of slechts minimaal heeft verwoord? Daar moeten we verandering in brengen. En met de juiste tool is het zo moeilijk nog niet. In het kort is risk appetite de bereidheid van een organisatie om risico's te accepteren in het nastreven van haar doelen. Je kan namelijk niet alle risico's beheersen. Sommige risico's accepteren we, de kleine risico's, en aan de resterende willen we wat doen. Een voorbeeld, wat kies je? Optie A, 100% zekerheid op 100 euro winst. Of optie B, 50% kans op 200 euro winst en 50% kans op 0 euro. En welke kies je nu? Optie C, 100% zekerheid op 100 euro verlies. Of optie D, 50% kans op 200 euro en 50% kans op 0 euro. Het algemeen beeld is dat wij risicomijdend zijn bij winst en risicozoekend bij verlies. Maar wat betekent dit voor de risicomatrix? Voor de risicomatrix van een risicomijdende beslisser betekent dat er prioriteit wordt gegeven aan risico's met een kleine kans van optreden en een groot gevolg. De risicomatrix wordt dan rood bij het vak kleine kans, groot gevolg. Bij een risicozoekende beslisser geldt precies het omgekeerde. De risicomatrix bij risicozoekende beslissers is rood bij een grote kans, klein gevolg. Dus welke van de twee ben jij? Met behulp van een vragenlijst kan een organisatie achterhalen of zij risicomijdend of risicozoekend is. Let op, geen van beide keuzes is fout. Het is alleen heel belangrijk dit voor jouw organisatie te achterhalen en te onderkennen. En vervolgens deze risk appetite te vertalen naar een risicomatrix. Dat was makkelijk toch? Wil je meer weten over risicomanagement tooling? Neem dan contact op met Risk ID.